Hallo lieve luchttekens, welkom bij jullie video voor maart tot en met april. Dus maart en april in één video. Ik behandel dus vandaag de luchttekens, tweeling, weegschaal, waterman. Ik zal zo meteen ook per sterrenbeeld even een bordje ophouden wanneer het tijd is voor jouw reading. Voel vooral wat voor jou van toepassing is. Laat de rest gewoon lekker los. Het kan dus zijn dat het een soort voorspellend bericht is. Laat het er dan gewoon zijn en mocht het jouw pad kruisen, dan weet je dat dit dus jouw reading was. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Dat zijn allemaal elementen wat gekoppeld is aan jouw geboortehoroscoop, wat soms ook veel beter resoneert als je zonteken. Maar we gaan lekker beginnen. Als eerste dus de tweeling. Ik hoop dat die scherp in beeld is. We gaan eens jullie kaart trekken, lieve tweeling. Kijken wat er naar voren komt. We hebben pak de situatie met liefde aan. Nu had ik die gisteren ook al. Nou durf ik niet te zeggen meer bij welk teken dat was. Ik heb gisteren de vuur- en de watertekens opgenomen. En ik denk dat het bij de watertekens was. Dat deze kaart ook kwam. Dus we gaan eens even kijken wat het voor jullie betekent. We pakken er nog wat kaarten bij. Oh. Tijd voor verandering. Er komt een dag in je leven waarop je beseft dat je nooit verder zult komen als je vast blijft zitten en stil blijft staan. Even kijken of dat hij goed in beeld komt. Geen idee of dat hij scherp is. Ik hoop het voor jullie. Er gaat dus nog verdere verschuiving plaatsvinden voor jullie lieve tweeling. We hebben natuurlijk best al wat verwerkt de laatste tijd. En nu gaan er nog wat stukjes naar voren komen wat ook nog behandeld mag worden. In een bepaalde comfortabele situatie blijven zitten, zullen we niet die vooruitgang kunnen pakken vanuit het hoogst haalbare goed. Dus veranderen van windrichting is dus belangrijk. Nu kan het dus ook zo zijn dat het niet zo hoeft te zijn dat je dan alles in één keer achter je gaat laten. Maar gewoon een nieuw pad inlopen, een nieuwe kijk op iets hebben, iets nieuws gaan omarmen, misschien een nieuwe hobby gaan starten. Vooral waar jij jouw hart verder van laat stromen in de positieve zin. Maar we gaan eens even kijken met de tarot. We krijgen de vijf van zwaarden. We krijgen de toren en de koningin van munten. Oh. Oké. Er is dus wel al iets, al staat hier tijd voor verandering. Er is in het energetisch veld wel al iets ingezet waarbij jij los gaat komen. En of dat nou voor jou een pijnstuk is of een stuk waar jij misschien fysieke pijn van hebt. Of een connectie met iemand waarmee jij merkt van het stroomt niet goed. Het voelt voor mij namelijk dat er al iets aan het veranderen is waarbij jij die shift aan het maken bent. Vooral omdat we hier toch die persoon naar boven zien gaan. Hè? En het is niet zo naar boven gaan in de zin van je verlaat het aardse stukje. Nee, dat voel ik totaal niet. Maar wel dat er steeds meer inzichten gaan komen. Nieuwe kijk op dingen waarbij jij eigenlijk in een bepaalde comfortzone gaat zitten, waarbij jij een stabiliteit hebt, maar het is juist weer belangrijk om meer te gaan leven, meer het leven te gaan betreden, niet in een bepaalde dagelijkse sleur. Al is dit voor jou misschien prima, er is meer wat nog komen gaat voor jou, wat alleen maar meer vreugde met zich mee gaat brengen. We krijgen namelijk de zon met de ridder van bekers erbij. Mocht het zo zijn dat je als single aan het kijken bent, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat er in het energetisch veld iemand jou gaat benaderen in de fysieke wereld uiteindelijk. Maar het voelt voor mij vooral vanuit intern, hè, jouw eigen stuk.
De twee van bekers komt op kop. Dus er is ergens een disbalans. Ik pak er gelijk even een kaartje bij. Twee van bekers op kop. Zit ergens geen vooruitgang in. Oké. Okay. Voor sommigen kan dit dus gelden dat je te maken hebt gehad of nog te maken hebt met eventueel een twin flame. Dat je denkt dat het een twin flame is of een soulmate. Maar dat daar geen vooruitgang in zit. Dat er geen stroming zit, geen balans. En dat je daarin een keuze gaat maken van oké, okay, is dit nog van mij bestemd? Ja of nee? Die ontkoppeling zal er dus gaan komen. Dan zul je ook merken dat die verandering plaats gaat vinden. Iemand loslaten vanuit liefde is eigenlijk het mooiste wat je kunt doen. Al is het soms ook wel het pijnlijkste wat je moet doen of kunt doen. Waarbij je veel weer in je hoofd gaat zitten. Maar van de andere kant, het voelt voor mij, ik mag ze ook die kant leggen. Het is geweest. Er zijn inzichten gekomen. Er zijn kwartjes gevallen. En nu leef jij weer een leven waarbij jij naar die vernieuwing mag gaan. Alleen durf je het zelf nog niet helemaal. Je durft nog niet helemaal je eigen open te stellen om naar die vernieuwing te gaan. Om los te koppelen uit het oude element. Kaarten blijven op kop komen. Ik heb ze gewoon rechtop in het dek. Koningin van Staven op kop. Er is een disconnectie met je met je innerlijke gevoel. Je loopt het pad, maar is dit wel echt jouw eigen pad? Of is het zo dat jij het maar loopt omdat jij het gevoel hebt, dit is wat ik moet lopen? Er liggen nieuwe mogelijkheden. Er liggen nieuwe ruimtes om jou weer optimaal in het leven te laten komen. En optimaal in het leven te laten komen bedoel ik dan dat jij echt vanuit echt geluk in jezelf gaat voelen. Misschien heb je nooit het echte geluk ervaren dat je niet weet waar je het mee kunt vergelijken. Maar er gaan wel nieuwe vlammetjes in jou ontwikkeld worden. En die zorgen er ook voor dat er iets nieuws gaat groeien. Maar dit zorgt er ook voor dat elementen wat jou vasthield losgebrand gaat worden. Daarbij heb je dus ondersteuning vanuit het energierijk, hè, van engelen, gidsen, vanuit de bron, hoe jij het ook ervaart. Maar er is wel een positie waarbij je dus een verandering gaat ervaren. En die verandering heeft te maken met de cyclus die voltooid dient te gaan worden. En dan zul je ook merken, oké, ik sta weer meer open. Ik wil zeggen, sta weer mee open. Krijg de onderkant dek de aas van bekers. Je eigen weer. Jouzelf ook het waard vinden om te mogen ontvangen vanuit een hele hogere goed. Hè? Je neemt nu genoegen met iets wat lager is in trillingsenergie. Waarbij je toch tegen dingen aan blijft lopen. Terwijl als je verder gaat kijken, zijn er nieuwe mogelijkheden. Er is wel tijd voor een verandering. Het is tijd voor ontkoppeling. En of dat het voor de ene is of dat je dan spullen weg gaat doen wat in huis nog actief is. Of dat je een pijnstuk aan gaat kijken. Of je gaat verhuizen. Of je verandert van werk. Of je relatie beëindigt. Het zal voor iedereen anders zijn. Ik voel echt aan wat het voor jou betekent. Maar wat ik wel zie is dat je er bijna niet meer onderuit kan. Dat die verandering plaats gaat vinden. Dit zal richting de zomer ook verder in zicht gaan komen. Misschien heb je hier nog op dit moment geen zicht op. De reading is voor maart, april. Maar we zien de zonkaart. Voor mij voelt de zon ook echt wel richting die zomerperiode. Dat je dan pas inzichten gaat krijgen waarom iets allemaal aan het lopen is zoals het loopt. En hoe je zelf de verandering daarin plaats kunt laten vinden. Kijk, en dit is allemaal omdat je meer in verbinding komt te staan met jouw intuïtie, met je hogere zelf. Boodschappen die je intern gaat voelen, omdat je je hart op een andere manier open gaat stellen. Zodat je ook beter weet, hoe kan ik het ontvangen? Wat is voor mij bestemd? Ik ben het waard. Dank je wel. Ontvang je iets? Heb je zoiets van, oh, maar dat had niet gehoeven? Zeg dan ook altijd, dank je wel. Super lief. En niet erachteraan zeggen, maar het had niet gehoeven. Want dan beklem je jouzelf dat jij het niet waard bent om te ontvangen. En jij mag het ontvangen. Jij mag het met open armen ontvangen. Vanuit eigenlijk het hoogst haalbare goed. Weet ook dat jij het waard bent. Hè? Zie jezelf ook dat je het mag en kunt ontvangen.
Je houdt het zelf op dit moment nog tegen. Sterkaart staat voor mij ook wel voor een stukje heling nog. Dat die voltooiing plaats gaat vinden. En dan zullen je wensen uit kunnen komen. Onder kandek krijgen we de keizerin. Het vruchtbare element kan dan ontwikkeld worden. Ik zeg, in de zomer kunnen er elementen naar voren komen. Dan kan er een geboorte zijn van een nieuwe energiestroom. Nieuw pad. Nieuwe inzichten. Dus alles op zijn tijd. Voor de anderen kan het misschien later in het jaar pas zijn. Voor iedereen bewandelt zijn pad natuurlijk in zijn eigen snelheid. Maar toch weer die blokkerende energie. Toch weer die terughoudende energie. Ik pak nog een kaartje bij de page van staven op kop. Je voelt ergens de passie nog niet voor. Of je durft het nog niet te ondernemen. Vanuit liefde mag jij voor jezelf kiezen. Vanuit liefde kun jij losbreken. Kun jij het hogere gaan ontvangen wat voor jou in het energetisch veld al klaar ligt. Nu is het zo dat het best wel intens kan voelen voor jou als je deze video ziet. En diep van binnen prik ik misschien wel iets aan. Maar dit is om een reden zodat je nu ook het gevoel hebt van oké, ik mag er nu iets mee doen. Ik voel het, ik kan hier iets mee. En ik ga er ook iets mee doen. Kijk, onderkant dek heb ik. Ik ben het waard om liefde te ontvangen. Liefde te ontvangen in het hoogst haalbare goed. Dit is niet het kaartje die ik voor jullie trek. Maar ik mocht wel naar het onderkant van het dek kijken. Want het is toch van toepassing. Kijk eens. Ik ben de moeite waard. Dit is dus voor jullie bestemd. Jij bent het waard. Je mag je eigen open gaan stellen. Om die trillingsenergie te upgraden. Een blokkerende energie los te breken. Het kan ook zijn dat jullie in een situatie vast blijven zitten. Waardoor je dus ook te lang vast blijft houden. Waarbij uiteindelijk fysieke klachten in jouw lichaam naar voren gaan komen. Ga je dit doorbreken? Kan het zomaar zijn dat het ook gewoon in je fysieke lichaam gaat afnemen. Omdat de energie weer kan gaan stromen. Als er blokkerende energie in jou zit, kun je je eigen ook voor gaan stellen. Dan kan jouw kundalini-energie niet vanuit je voeten naar je kruin weer terug. Dan zal er ergens een stagnatie zijn. Of dat het nou hier is, of bij je onderste chakras. Als er een stagnatie is, moeten dus andere energiebanen het over gaan nemen. Die zijn dus dan overgeactiveerd, waardoor anderen dus weer ondergeactiveerd zijn. En door overactivatie kan het dus ook zijn dat je dus pijn in je fysieke lichaam gaat voelen. Misschien zelfs psychische elementen wat naar voren kan komen. Dus alles begint met iets wat blokkerend is in de fysieke wereld, wat dus ook in jouw lichaam vastgezet kan worden. Dus lieve tweeling, dit was voor nu jullie reading voor maart en april. Laat vooral een berichtje achter of een like als dit jouw video is. En dan ga ik even de tafel opruimen en dan gaan we zo eens beginnen met de weegschaal. Ik gooi deze even allemaal aan de kant. Pak ik een ander tarot deck erbij. Zodat ik die niet tussendoor eerst hoef te cleansen. Deze gooien we even aan de kant. Okay. Weegschaal. Jullie reading voor maart en april. Wat mogen we weten voor de weegschaal? Nou, dat zijn er te veel. Ik wil er echt maar eentje. Eerste kaart hebben we: wijk niet af van je standpunt. Soms kan het zijn dat jij een bepaald gevoel hebt dat je iets wil uitspreken en dat een ander jou weer ervan afhelpt. Of dat hun waarheid weer aangeprikt wordt en jou eigenlijk op wordt gelegd. Blijf dicht bij jezelf, blijf je standpunt dus vasthouden. Alleen dan zul jij patronen weten te doorbreken en kun je je stem laten gelden. We hebben contact. Er komt een boodschap jouw kant op. En dat kan dus te maken hebben met dat standpunt. Hè? Met jou, dat iemand een reactie gaat geven op hoe jij iets vindt. Of wat een ander ervan vindt. Blijf vooral dus dicht bij jezelf. Maar we gaan eens even kijken wat er nog meer naar voren komt voor de weegschaal.
Oké, we krijgen de keizerin op kop. We krijgen de 6 van munten. De magier in het midden. Dan krijgen we de temperance. En de 5 van zwaarden. Het voelt voor mij dat er een situatie is geweest waarbij jij niet de vooruitgang kreeg zoals jij dat zou willen. En dat komt omdat je dus niet vanuit jouw eigen energiestroom handelde. En dat kan te maken hebben dat anderen jou iets op hebben gelegd of jouw waarheid veranderde in hun waarheid en dat je daarna bent gaan handelen. Maar de divine timing geeft ook weer dat je meer in jouw kracht mag gaan staan, jouw eigen balans daarin terug gaan krijgen. Ook voelen van oké, aan deze mensen of deze situatie wil ik wel mijn energie geven. En aan de andere kant voel je ook heel duidelijk in wat niet meer voor jou geldend is. Die stabiliteit weet jij neer te zetten. En al is het dus wel zo dat dit heel proces wat er nu dus gaat komen, lieve weegschaal, kan het zomaar zijn dat er ook afscheid genomen gaat worden van mensen die dicht bij jou staan. Dat komt omdat mensen met jou een strijd aan willen gaan. En dat doen ze waarschijnlijk onbewust. Maar dit voel jij niet meer. Dat wil je ook niet meer op ingaan. Je wil er niet meer continu jouw inzichten maar weer te benoemen. Je kunt het voorstellen dat als jij connect met iemand en de ene zit in vibratie daar en de andere zit daar. Of jij zit hier en de andere daar. Hè, en jij praat iets. Nou, dat stuk wat jij vertelt, dat gaat over die mensen heen. Nou, als iemand in een lagere trillingsenergie is en die praat tegen jou, omdat jij die trillingsenergie al ooit bereikt hebt, weet je wat ze bedoelen. Maar is er toch een disconnectie? Want het gaat erom dat het in balans is en dat mensen dus als ze tegen elkaar praten, dat ze elkaar kunnen uitfilteren, hè? Dat het gewoon in balans is. Dus als jij iets vertelt en het gaat over de ander heen, dan bereikt het dus niet de woorden die jij, hoe jij het wil uiten. En dat is dus wat ik heel sterk voel. Dus stel dat, dat jij een bepaald standpunt hebt en je hebt zoiets van oké, dit is mijn standpunt, hier ga ik op doorpakken. Dit voelt voor mij oké. En iemand anders zit in een lagere trillingsenergie, maar die snapt het niet omdat hij niet naar jouw trillingsenergie de weg weet of weet te ontvangen. Dan kan het dus verkeerd opgepakt worden. Dan kun je dus een nieuwe interactie krijgen vanuit de ander. Maar dan heb je zoiets van, ik ga daar echt geen energie meer in verspillen. Dit is niet meer voor mij bestemd. Het is mooi geweest. Ik laat het los. En dan zul je ook merken dat het vanuit de andere kant nog best wel een touwtrek kan zijn. Want dat voel ik wel, dat er iemand kan touwtrekken. Maar blijf echt in je kracht staan. We krijgen hier de keizerenergie, jouw energie. Jij weet wat je wil. Jij weet hoe je erop kunt anticiperen. En op door kunt pakken. En een ander kan het niet altijd accepteren dat jij zo krachtig in je energie staat. En dat je het ook durft neer te zetten. Dit zal niet in één vloeiende beweging gaan. Daar kun je dus best wel nog wat misstappen in zetten. Maar van de andere kant, blijf vooral dicht bij jezelf. Dan zul je ook merken dat dingen wat nodig is voor jou losgekoppeld gaan worden. We krijgen de 5 van staven in combinatie met de 8 van staven of zwaarden. Dus er zijn andere energiestromen die jou proberen vast te zetten in hun of zijn of haar denkwijze. Dit naar jou te projecteren terwijl jij zelf weet, oké, dit is mijn standpunt, hier hou ik mezelf aan. Ik weet hoe ik mijn leven kan creëren en manifesteren. En toch blijven hun als trigger op jouw pad komen. En zullen altijd een beetje van die parasieten zijn die proberen in te tappen op jouw energie, wat ongezond is. En jij hebt zoiets van, oké, bam, hier ga ik niet meer in door. Dit is niet voor mij, dit wil ik niet, ik laat het los. En dan kun je ook merken van, oké, ik leer hier mijn stappen in te zetten. Ik leer mijn grenzen te bewaken, maar ook aan te geven naar anderen toe. Want dat is wel belangrijk, dat je het aan durft te geven. Ben dan ook niet zoiets van, oké, ik ben bang anderen verdriet te doen. Want als jij nu je grens niet aan gaat geven, doe je vooral jezelf verdriet. Omdat je niet in de vibratie blijft hangen, maar je trekt jezelf omlaag. En dat zou heel erg jammer zijn voor al het werk waar je zelf de laatste periode aan besteed hebt. Nou, dat zijn er heel wat. We krijgen de page van zwaarden, de koning van munten, de koning van staven
en de Lovers. Voelt voor mij deze, van dit deck, voelt het voor mij ook altijd dat het wel een beetje een duivelse energie met zich meebrengt. Vooral met die vlammen en energie wat er, ik weet niet of jullie het kunnen zien, en de slang en eigenlijk alles een beetje wat met zich meebrengt. Ga in je kracht staan. Jij beschikt de mogelijkheid om jouw waarheid te creëren. Jij bezit het stukje stabiliteit, passie in jouzelf. En vanuit liefde kies jij jouw eigen pad. Nu is het dus zo dat het ontkoppelen van toxische elementen dus daar wel een onderdeel van zijn. Nu kan het ook te maken hebben, dat zal echt met niet iedereen resoneren. Het kan te maken hebben dat je ook in verbinding zet met iemand waar een soort friends with benefits aan de hand is. Die niet in balans is. Neem het wat voor jou belangrijk is of wat voelt. Ik krijg onderkant dek de 7 van zwaarden in combinatie met de hermit, de keizer of de kluizenaar. 7 van zwaarden is natuurlijk ook dat je ziet van oké, dit is niet helemaal meer mijn cup of tea en ik laat dit ook los. En als je dit kunt ontkoppelen, zul je ook merken van oké, ik zit in die nieuwe stroming. Ik weet nu wat ik belangrijk vind en daar ga ik voor. Ik pak er nog een kaartje bij. Kijk. Vanuit liefde mag jij meer gaan ontvangen. Hogere intenties mag je ontvangen. Situaties, mensen op je pad vanuit de juiste trillingsenergie die compatible zijn met jou. Wellicht voor sommigen misschien een liefdespartner, mocht je single zijn. Het kan ook zijn dat de relatie of verbinding, als dit een gezonde verbinding is, naar een nieuw hoogtepunt gaat komen. Waarbij jullie weer meer in verbinding komen te staan met elkaar. Dit alles omdat jij aan jezelf hebt gewerkt, een nieuwe stabiliteit neer aan het zetten bent, bepaalde beslissingen heb genomen, knopen door heb gehakt. Maar het stukje ontvangen mag weer gaan komen. Contact kan dus ook zijn dat als jij in je standpunt blijft staan met eventueel die friends with benefits, hè, of contact wat niet helemaal vanuit de liefdevolle energie is. Als je dit ontkoppelt, dan kan er ruimte komen voor eventueel nieuwe liefde. En dat is het contact wat hier ook nog ligt, wat ik eraan toe mag voegen. Oké, wat mag ik als laatste doorgeven aan de weegschaal? Elke dag word ik meer en meer de persoon die ik wil zijn. Kijk eens, hele mooie toevoeging voor jullie boodschap. Lieve weegschaal, dit was jullie reading voor maart en april. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw reading is. En dan ruim ik even de tafel weer op. Pak ik even een ander deck er weer bij van de tarot. En dan gaan we door met de waterman. Even kijken. Kijk eens, waterman, dit is jullie reading. Neem alleen de stukken wat voor nu van toepassing is. Laat de rest lekker los. Wellicht is het een voorspellend bericht dat het later nog in zicht komt. Sommige mensen kunnen er al middenin zitten. Of kijk je als crosswatcher. Neem dan alleen wat voor jou voelt dat oké is. De rest lekker loslaten. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Als eerste kaart krijgen we je harde werk werpt vruchten af. Krachtige energie, al het werk waar je dus de laatste tijd mee bezig bent geweest, gaat nu in het zicht komen. Zul je ook merken van oké, ik heb ergens aan gewerkt en dit gaat beloond worden. En die beloningen hoeven niet heel groot te zijn, hè? Kunnen ook echt wel kleine elementen zijn. Maar het voelt als meer dankbaarheid wat jij gaat ervaren. Als tweede kaart krijgen we creativiteit. Gebruik je creativiteit om je gevoelens uit te drukken. Kom steeds dichter tot je ware potentieel. Nu is creativiteit natuurlijk een heel breed begrip. Dit kan natuurlijk het stukje kunstgedeelte zijn. Hè? Het schilderen, het knutselen, tekenen. Het kan ook via muziek zijn, dans. Hoe het voor jou voelt, hè? Het stukje creativiteit voelt voor mij ook dat voor sommigen het alleen al kan zijn om nu het voorjaar weer start. Lekker als je een tuintje hebt weer plantjes in de grond te zetten.
gewoon dat aan te pakken. Hoeft helemaal geen grote dingen te zijn. Hè? Maar het voelt voor mij dat je steeds meer dan tot die verbinding met je ware zelf komt. En als dat het geval is, dan zul je ook merken van oké, ik ontlaat, dit is voor mij bestemd, ik voel me prettig en laat maar komen. En dan zul je ook merken dat je steeds dichter bij je eigen potentieel staat. We gaan eens even kijken met de tarot. Wat mag eraan toegevoegd worden voor de waterman? Even kijken wat er allemaal naar voren... Even kijken. Zo moet ik ze even doen. Als eerste hebben we de magier. Dan hebben we de koningin van munten. De ridder van munten. De paardje van zwaarden. Dat wordt wel een drukke bedoeling bij jullie reading met al die personen. En we hebben de vijf van zwaarden. Oké, we hebben dus luchtenergie, jullie eigen energie, tweeling, weegschaal, waterman. We hebben ook aarde-energie, stiermaag, steenbok. Dus we gaan eens even kijken. Er is in ieder geval nu iets in werking gezet waardoor jij op meerdere facetten in het leven inzichten gaat krijgen. En je inzichten hebben met oude elementen te maken waar je van ontkoppeld bent. Want dat zien we hier met de vijf van zwaarden. De strijd is opgeleverd. Je gaat er niet meer dieper op in. Je staat in je stabiliteit. Je hebt bepaalde manifestaties uitgezonden. Waarbij nu dus ook iets naar je toe mag gaan komen. En al sta je eigenlijk al vrij comfortabel in het leven. Er gaat wel een nieuwe stroming komen met de ridder van munten. In combinatie met de paasje van zwaarden. Het voelt voor mij dat dit nog een spannend stukje zou kunnen zijn voor veel van jullie. Waarbij je niet zo snel wil gaan als de zware energie, maar liever in de comfort zit van de page van munten of de ridder van munten. Maar er gaat iets zo aangebakkerd worden bij jou. Ik ga eens even kijken, wat mag ik daar nog aan toevoegen? Want ik krijg niet helemaal helder wat dat is. Ah, jullie krijgen de ruimte voor een heel nieuw begin. Nieuwe ruimte voor iets op te bouwen, iets neer te zetten, iets te creëren. Iets wat lang in het vat heeft gezeten, gaat nu ook naar de oppervlakte komen. Je gaat die beloning ontvangen. Nieuwe ideeën ga je krijgen. Nieuwe stabiliteit. Eigenlijk een hele nieuwe fundering ga je storten. Waarbij je eerst misschien nog af en toe niet helemaal die stabiliteit kon voelen of ervaren. Dit gaat wel komen. Of de Temperance kaart ligt onderkant dek. Dus er zijn wat elementen waar jij wat afstand van hebt genomen om vervolgens andere energie weer de ruimte te geven. We gaan eens kijken wat ik er nog aan toe mag voegen. Kijk, die komt er dwars uit. Dus je bent nu losgebroken uit een element, hè? Losgekomen uit een situatie waar je heel de tijd in vast hebt gezeten. En door dichter naar jezelf te groeien, is dit nu ook allemaal mogelijk. Luchtenergie, wat ik al zei, hè? Je eigen energie ook, maar ook van tweeling en weegschaal. Pak nog een kaart even bij de acht van zwaarden op kop. Je hebt heel veel meegemaakt. Maar dit ontkoppel je nu. Dus krijg je de 9 van staaf op kop en de 8 van zwaarden op kop. Dus dat is eigenlijk als bevestiging van oké, lieve waterman. Het hele gebeuren wat je tot nu toe hebt doorlopen. Dat ga je met succes afronden. Er gaan nieuwe mogelijkheden komen. En die mogelijkheden kun je in vorm geven wat voor jou goed voelt. Dus echt door middel van die creativiteit zul je ook weer activaties doen. Je zult activaties krijgen tijdens poortdagen of downloads mogen ontvangen. En downloads zijn eigenlijk van die aha-momenten of momenten dat die puzzelstukjes op zijn plek vallen. Innerlijk heb jij alle antwoorden al. En die antwoorden gaan dus verder aan het licht komen. En als je op dit moment comfortabel in jouw energie zit, dan is het zo dat je wel van het huidige pad af mag gaan stappen om naar een nieuw pad te gaan. En dat nieuwe pad kan dus spannend zijn, kan vernieuwend zijn, kan een beetje weerstand bieden bij jou. Maar
innerlijk voel je, als jij goed in blijft voelen, voel jij dat dit echt jouw pad is. Dat die nieuwe beker die aangeboden gaat worden, nu aangegrepen mag worden. Het oude is dan klaar. Je mag loskomen. Normaal bij een ander tarotdeck kijkt deze persoon naar die omgevallen bekers, die lege bekers. En zien de nieuwe aanbod van een nieuwe kelk zien ze nog niet. Hier kijkt deze persoon dan recht naartoe. En het is ook nog eens vergroot uitgewerkt. Hè? Dus die beker is ook vergroot in beeld. Dus het gaat dadelijk vergroot in beeld komen. Wat nu werkelijk jouw nieuwe pad mag gaan zijn. Nu heb je daar natuurlijk de komende periode nog de ruimte voor om dit te gaan ontdekken. Voor sommigen kan het gelden dus dat je meer op het creatieve vlak je gaat ontwikkelen. Of dat je gaat connecten op creatief vlak met andere mensen. Denk aan workshop volgen. Denk aan cursussen waarmee je dus ook met je handen bezig bent. Of een dansopleiding. Of je gaat naar een dansavond. Maakt niet uit, hè. Misschien ga je fotografiecursus doen. En merk je op een gegeven moment, ik heb zoveel passie hiervoor, ik ga mijn werk verkopen. Dat zou ook nog altijd de mogelijkheid zijn. Want er komen hier ook best wel wat pentakels aan de orde. En pentakels is natuurlijk ook gerelateerd aan materie, aan geld. Wat dus ook kan dienen dat vanuit passie jouw ware potentieel gaat volgen. Wat ook dus op financieel vlak voorspoed met zich mee gaat brengen. Communicatie vanuit je innerlijke stem, vanuit het hogere goed, of je nou God, het universum, engelen, gidsen, maakt niet uit, hè, noemt, wat voor jou dan ook passend is. Jij volgt jouw innerlijke guidance en doordat je dit volgt, hoef jij niet meer met mensen om te gaan of die gaan eigenlijk niet meer echt jouw pad kruisen. Je kunt voorstellen als jij in een andere trillingsenergie zit als een lagere trillingsenergie, dat... Ja, die mensen die komen niet daar, dus die gaan onder jou door. Nou kan het zo zijn dat ze iets aanprikken of dat er gewoon even een moment komt dat je zoiets hebt van, dat vind ik niet prettig. Maar omdat je hier staat, kun je het ook beter evalueren, kun je het ook beter filteren, maar ook loslaten. En dan kan dit eigenlijk dus wegcijpelen, dan blijft dat niet in jouw energieveld zitten. Nu kan het dus zijn dat er mensen jaloers zijn en dus toch proberen jou een trigger te zetten, hè. Maar jij zit hier en de ander zit daar. Dus ja, het heeft geen groot effect op jou. Jouw eigen stabiliteit is de belangrijkste waar je op dit moment mee aan de slag gaat. En vanuit daar kun jij echt een nieuwe stabiliteit de wereld ook in gaan zenden. Eerst begint het bij jouw interne stuk, dus jouw fundering aanpassen. Om het even een makkelijkere term te zeggen. Want als jij geen goede fundering hebt, kun je geen stabiel huis bouwen, want die tieft dan gelijk in elkaar. Als je dat goed gaat neerzetten, dan zullen de muren en stabiliteit doorgepakt kunnen worden. We krijgen de Fool en de Keizer. Je hebt de mogelijkheden om in dat nieuwe segment door te pakken. Stel dat je iets creatiefs gaat ondernemen wat je uiteindelijk ook zou kunnen gaan verkopen. Dit gaat succesvol zijn. Het is alleen aan jou om dan ook dit in te durven zetten. Want het is best wel spannend natuurlijk als je dit zou gaan doen. Iets nieuws. Je eigen daar ook wel een beetje kwetsbaar weer op kunnen stellen. Maar het is een passie van jou. Iets wat echt... Oh, waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt. Ik voel ook echt die uitbundigheid opbloeien bij jou. Het zakelijke stukje kan er dus best wel aan gekoppeld zitten dat als je iets creatiefs gaat ondernemen, het dan uiteindelijk ook echt op financieel vlak vruchten af gaat werpen. Waarbij je dus ja, dingen mag gaan ontvangen. Als laatste pakken we nog even een affirmatiekaartje voor jullie Waterman. En dan hoop ik dat deze reading weer de mooie boodschappen over heeft mogen brengen. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Kijk eens, we hebben loslaten. Is een teken van kracht, moed en liefde. Kijk eens, hoe mooi. Dus je laat hier iets los, daar ben je al mee bezig. Dit gaat zijn vruchten opwerpen. En dit is dus eigenlijk dat door het los te laten krijg je dus nieuwe kracht.
Ga je vanuit jouw creativiteit iets neerzetten waarbij je gelukkig voelt, een stukje liefde in jezelf voelen. En dan heb je ook de moed om de wijde wereld in te stappen om dus eventueel je werk aan te prijzen bij andere mensen of het te gaan delen met de buitenwereld. Dus lieve Waterman, dit is jullie energie voor maart en april. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!